De regering onderstreept het belang van een effectief anti-money laundering beleid voor ons land. Zij is ervan overtuigd dat hierdoor kan worden gewerkt aan het herstel van Surinames internationale reputatie en gezag. Daarnaast kan het vertrouwen van de internationale, politieke en financiële wereld herwonnen worden, om de samenleving deelgenoot te maken van de stappen die hiertoe genomen worden. Heeft de regering op maandag 15 november 2021 de officiële publieke versie van het National Risk Assessment rapport gepresenteerd. En nogmaals de bespreking van de resultaten van de National Risk Assessment met de media, met de samenleving, met de nationale en de internationale gemeenschap is bijzonder belangrijk, omdat we daarmee ook willen aangeven waar we als land staan. Namelijk als onderdeel van de wereldgemeenschap dat ook uitvoering moet geven aan internationale verdragen, aan internationaal beleid, maar ook aan het regionaal beleid vanuit Financial Action Task Force en Caribbean Financial Action Task Force waarvan we ook lid zijn in onze eigen regio. De assessment heeft plaats gehad over een bepaalde periode, gestart in 2019 en uitgevoerd tot en met mei 2020. Maar het bestrijkt over een langere periode, je kan zeggen vanaf 2015 tot 2020. Maar natuurlijk zijn we als nieuwe regering gekomen. In juli 2020 en we hebben ook naar het rapport gekeken en we hebben gemeend om aan dit rapport ook nog toe te voegen een addendum. Een addendum zoals aangegeven door de heer Alphen, waarin duidelijk staat wat wij al vanaf ons aantreden al gedaan hebben, welke maatregelen wij al getroffen hebben, welke acties wij al ondernomen hebben, omdat wij niet als regering zitten te wachten op die evaluatie van maart. We zijn al begonnen om datgene wat we moeten doen, conform ons regeerakkoord, conform ons regeerbeleid, conform ook ons jaarplan, daar een uitvoering te geven. De risicoanalyse die heeft zich met name gericht op die money laundering, het witwassen van gelden en terrorismefinanciering. Die analyse, die assessment betrof zowel de publieke als de private sector en is uitgevoerd door een daartoe speciaal ingericht project management team dat goedgekeurd werd door de regering onder voorzitterschap van mevrouw Jennifer van Dijk Silos. De Centrale Bank van Suriname was in overleg met de Anti-Money Laundering Steering Council belast met de supervisie van de uitvoering van de National Risk Assessment. Ook heeft de National Risk Assessment plaatsgevonden met technische assistentie van de Organisatie van Amerikaanse Staten. Er is ook ondersteuning verkregen van de Inter-American Development Bank. En alle informatie die verkregen is, is verwerkt in een technische compliance analyse. En daarin wordt duidelijk het raamwerk aangegeven van Suriname op basis van die Caribbean Financial Action en Financial Action Task Force aanbevelingen. Er is ook tijdens de assessment gekeken, want je kan maatregelen treffen, je kan maatregelen in place hebben, zoals dat ook gevraagd wordt, maar soms moet je ook kijken naar die effectiviteit van die maatregelen. En die assessment is ook gekeken naar die effectiviteit, het is een soort effectiviteitsanalyse geweest, om na te gaan of die maatregelen die getroffen worden, die acties die ondernomen worden, of die instituten die in place komen, ook effectief functioneren bij de bestrijding van money laundering en het financieren, aanpak van de financiering van terrorisme. Verder is een risicoanalyse gemaakt met betrekking tot de landelijke risicograad van ons land. Met betrekking tot money laundering, terrorismefinanciering, proliferatie, financiering en corruptie. Dat zijn allemaal zaken die ook in de analyse verder zijn onderzocht. En de kwetsbaarheid van het land is daarbij dan ook aangegeven. Het uiteindelijke NRA-rapport omvat 500 pagina's waardevolle informatie. Daarom krijgt u een deel van dit rapport, een publieke deel. En daarin wordt in ieder geval een
goede weergave geven van wat de rode draad is uit deze analyse. Dit rapport, het is belangrijk om dit te weten, dit rapport is op 1 maart 2021 door de voorzitter van het project management team aan die Anti-Money Laundering Steering Council aangeboden. En daarna heeft u als media ook via de persconferentie van haar de resultaten, enkele van de resultaten, namelijk vernomen. Het NRA-rapport is na grondige bestudering door de regering, onze regering en de regeringsraad goedgekeurd op 27 oktober jongstleden. En ik kan u wel zeggen, het is een rapport wat heel wat kwetsbaarheden blootlegt van ons land. Maar het is ook een rapport dat heel veel kritische kanttekeningen heeft. Wij hebben ook gekeken naar de kritische kanttekeningen. En wij hebben gezegd, wij accepteren het rapport zoals het is. En dat wij daaraan totaal geen wijziging gaan aanbrengen. Alleen zeggen wij dat datgene was wat wij als regering gedaan hebben vanaf ons aantreden. Dat we dat in een addendum vastleggen. Dat dat ook sturen naar de Caribbean Financial Action Task wordt. Elke assessment die gemaakt wordt, en dat is in het verleden, dat is nu en dat zal ook in de toekomst zijn, zal gaan over een bepaalde tijdsperiode. Het is een momentopname, maar het is ook goed als je zo'n rapport stuurt naar de nationale gemeenschap en de internationale gemeenschap. Ook aangeeft namelijk wat de follow-up is geweest van zo'n rapport en wij hebben die follow-up daarvan vastgelegd in een addendum. Het rapport bevat ook heel wat aanbevelingen voor de publieke sector, voor de private sector en al deze aanbevelingen die moeten verder uitgewerkt worden in een effectief nationaal beleidsprogramma en we zullen al deze aanbevelingen ook moeten implementeren. Wij als regering willen een heel ferm standpunt innemen als het gaat om betrokkenheid van Suriname bij de aanpak van de money laundering, als het gaat om financiering van terrorisme, als het gaat om ook accepteren, goedkeuren, ratificeren en implementeren van internationale verdragen en programma's. En wij zijn een voorstander van integrale aanpak. Integrale aanpak met de publieke sector, met de private sector. En dat is wat we nu aan het doen zijn, door ook goed overleg te hebben met de verschillende sectoren die onderhevig zijn aan die National Risk Assessment van de private sector. Natuurlijk komt in het rapport ook tot uiting, namelijk de aanpak van de grensoverschrijdende criminaliteit. De aanpak ervan en ook namelijk de instituten, de capaciteit ervan, de menskracht en ook de effectiviteit daarvan. Wij hebben hiermee dan ook willen aangeven, namelijk dat die zaken die vaak aan de basis staan van money laundering, dat die ook aangepakt moeten worden. En dat is namelijk de georganiseerde criminaliteit, dat is de grensoverschrijdende criminaliteit. Daarvoor hebben we als regering instituten versterkt. De rechterlijke macht is versterkt, de zittende magistratuur is versterkt, de staande magistratuur is versterkt. De procureur-generaal heeft een officiële interventieteam, de procureur-generaal heeft een anticorruptieteam. En hiermee worden verschillende zaken dan ook aangepakt. En een paar van de zaken die aangepakt worden op het gebied van corruptie, dat heb ik al gepresenteerd in het parlement. Een ander belangrijk aspect is, als je een anti-money laundering beleid wens uit te voeren, dat je dat doet op het hoogste niveau. En we hebben binnen de regering beslist, namelijk dat er een council is, een anti-money laundering council is, die voorgezeten wordt door de president. En daarin zitten de vicepresident en heel wat ministers, die een stukje deelverantwoordelijkheid hebben bij de aanpak van het anti-money laundering beleid van Suriname. Tevens hebben wij gezegd dat we alle kennis en deskundigheid wat we hebben in het land gaan bundelen in 2 uitvoeringslichamen. 1 is een Project Implementation Unit
En de andere is een NAMLAC. En dat zijn de twee instituten die ook zorg dragen dat het anti-money laundering programma uitgevoerd wordt op uitvoeringsniveau naar de verschillende onderdelen van de publieke sector, maar ook naar de verschillende onderdelen van de private sector. En daarin hebben we gezorgd dat er uitbreiding is gekomen van de mensen van deze twee instituten op basis van beschikbare deskundigheid, wat wij nodig hebben in Suriname. Een deel van de deskundigheid is hier vandaag aanwezig om ook in te gaan op straks vragen die er mochten zijn. Welke zijn de highlights van de National Risk Assessment? De National Risk Assessment identificeert verschillende hoogrisicodreigingen voor Suriname, waaronder corruptie, drugshandel, belastingontduiking en smokkel. Verder is het wettelijk kader geanalyseerd en komt het projectmanagement team tot de conclusie dat verschillende wetten nog ontbreken of moeten worden bijgesteld.